Ja, opnieuw onzekerheid voor medewerkers van bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede. Nog niet lang geleden verloren ze 600 collega's omdat hun banen naar een fabriek in Hongarije werden verhuisd. Van de 600 medewerkers die overbleven worden nu 150 ondergebracht in een nieuw besloten vennootschap. En de vraag is, zijn die veranderingen puur op papier of dreigt er meer? Nou, dit alles gebeurt terwijl FNV-bestuurder Dino Djublic onderhandelt met Apollo Vredestein over een nieuwe CAO voor de medewerkers. We hebben hem aan de lijn. Dino, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel ben jij nu zelf eigenlijk bij Apollo Vredestein deze dagen, tijden, weken? Maanden. Wat zeg je? Hoeveel ben je daar nu zelf lijfelijk aanwezig, zeg maar? Hoeveel dagen ik daar ben? Ja. Ik had het laatst nog aan wat mensen uitgelegd. Ik denk dat ik al maandenlang, zeker een dag in de week, bezig ben met Apollo Vredestein. Jongen. En hoe is de sfeer als je daar komt? Beschrijf eens wat, want je praat natuurlijk met veel mensen, wat leeft er? Ik loop daar nu zo ongeveer een jaar rond. En wat ik merk is dat de vorige reorganisatie ontzettend grote impact heeft gehad. Zowel op de mensen die daar uiteindelijk voor ontslag zijn voorgedragen. Dus de mensen die vertrokken zijn. Maar ook voor de mensen die gebleven zijn. Het is... Ik heb het al eens eerder tegen een van uw collega's volgens mij geroepen. Het lijkt of er een soort trauma is heeft plaatsgevonden bij Apollo Vredestein. Dat er zoveel ontslagen zijn gevallen. Mm-hmm. Dat de werknemers die daar ook nu nog steeds werken, dat zij zich wel af en toe afvragen, wat is nog de waarde van mijn vaste contract? Ja. Ja, hey, Dino, ze noemen de gedwongen afscheid van 600 collega's traumatisch. Kan je je daar zelf ook in vinden? Ik kan me daar zeker in vinden. Ja. Kijk, het is zo dat dat is gelukkig geen dagelijkse praktijk van een vakbondsbestuurder of van een bedrijf in Nederland dat er zoveel ontslagen vallen in een korte periode. Op het moment dus dat een bedrijf gehalveerd wordt, dat hakt er behoorlijk in. Ja. Zelfs in een situatie, hè, Apollo Vredestein, die kende nog een goed sociaal plan. Mm-hmm. Nou, daar kunnen we echt, volgens mij is iedereen het daarover eens. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat er een sociaal plan was waarin goede afspraken waren gemaakt tussen de werkgever en de vakbonden. En die goede afspraken die golden zowel voor de mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hadden bij het zoeken van ander werk, maar ook voor de mensen die toch wel ontslagen werden. Ja. Dan kregen ze een ontslagvergoeding die gebaseerd is op de kantonrechtersformule. En dat is op dit moment gewoon een goed sociaal plan. Maar waarom, want je bent wel ondertussen al maandenlang ook aan het onderhandelen. Daarom ben je er ook over een nieuwe CAO voor die medewerkers. Waarom is die dan überhaupt nodig? Precies. Toen wij in maart dit jaar, dat is inmiddels 9 maanden geleden, begonnen met het CAO-overleg. Toen hebben we, zoals we dat altijd doen, onze leden en ook niet-leden gevraagd. Wat zijn op dit moment thema's die wij in het CAO-overleg moeten meenemen. Wat zijn eventuele verbeteringen of aanpassingen die we met de werkgever moeten gaan bespreken. En wat toen dus vooral naar voren kwam, is dat het niet zozeer gaat om het loon, maar dat het vooral gaat om onzekerheid die enorm groot is. En eigenlijk de opdracht die wij, ik zit daar niet in mijn eentje te onderhandelen, daar werken we samen met CNV-vakmensen. En we hebben een geweldige team, een geweldige kadergroep bij beide bonden. En gezamenlijk proberen we zoveel mogelijk standpunten van alle werknemers te verkondigen en ook hun belangen te behartigen. Ja. Mm-hmm. En wat wij eigenlijk voor onszelf als eerste opdracht hebben gegeven, ja, dat is die onzekerheid, die moeten we wegnemen. Ja, ze willen dus meer zekerheid. En nou is er een... tijdens dat die onderhandelingen spelen, is er een nieuw fenomeen opgetreden. 150 medewerkers die een soort van ondersteunende functie hebben, zeg maar sales of marketing, dat soort functies. Die worden ondergebracht in een nieuwe besloten vennootschap. Dat is dan Apollo Tyres Europe. Terwijl zeg maar de fabrieks- en magazijnsmedewerkers blijven in Apollo Tyres NL. En dat levert nu opnieuw spanning op. Maar kun je duiden waarom dat zo is?
Nou, kijk, wat ik ook wel even wil benadrukken. Hè. We zijn wel 9 maanden met elkaar in gesprek over een sociaal plan. Ik moet ook wel erkennen, laatste tijd hebben we best wel goede stappen gemaakt. Mm, yeah. En wij, nou, volgens mij kan ik ook wel zeggen, we zijn echt in een afrondende fase. We zijn er nog niet. Een aantal belangrijke hobbels moeten we nog wel met elkaar nemen. Dus dat moet ook wel gezegd worden. We zijn nu echt wel een goede draai aan het maken. Alleen, ja, dat moet ik wel erbij zeggen. Het moment waarop nu bij de ondernemingsraad een aanvraag wordt ingediend om weer iets te wijzigen in de organisatiestructuur, ja, dat valt erg ongelukkig. Kan me voorstellen. Het is volgens mij ook best begrijpelijk dat heel veel werknemers zich dan meteen afvragen, hey, wat is er nu weer aan de hand? Hè? Er wordt nu eindelijk bepaalde zekerheid wordt gecreëerd omdat de vakbonden nu in goed overleg zijn met de werkgever. Ja, en nu weer dit. Ik had het ook liever anders. Maar wat is dan, want ik snap nog steeds niet helemaal, stel dat ik sales en marketing medewerker ben en ik word ondergebracht op papier in een andere vennootschap. Wat is daar dan precies het probleem in? Dus ze zeggen dat is een papieren werkelijkheid, het heeft geen consequenties, maar wat is hun angst? Ja, de angst is denk ik dat daar iets achter zit. Want wij merken wel sinds een jaar, hè, sinds de vorige reorganisatie, dat heeft er behoorlijk ingehakt. En voor bij heel veel mensen, bij heel veel werknemers van Apollo Tyres, hè, wat we inmiddels moeten zeggen, is die onzekerheid enorm groot. En bij iedere wijziging gaat men zich afvragen, ja, wat zit er nu op staan? Maar zit die angst bij de medewerkers van de magazijn- en fabriekskant of van die sales- en marketingkant? Nou, ik kan wel zeggen dat als het gaat om medewerkers bij expeditie en in de fabriekskant, hè, zoals je dat noemt, ja. Ja, die zekerheid is eigenlijk nooit weg geweest. Want met die onzekerheid hebben wij al, in elk geval een jaar lang heb ik daarmee te maken. Ja. Omdat die werknemers zich eigenlijk vanaf al een jaar lang zich afvragen van nou, wat gebeurt er straks? Hè? Want we weten er zit iets aan te komen, maar we weten nog steeds niet wat. En op het moment dat daar vragen over worden gesteld, dan krijgen ze onvoldoende antwoord. En op het moment dus dat wij als vakbonden zeggen, wij willen nu graag een sociaal plan, zodat we uiteindelijk ook zekerheid creëren voor alle mensen van Apollo Vredestein, ja, wordt die weer niet gegeven, waardoor mensen alleen maar met nog veel meer onzekerheid te maken krijgen. Ja, of deze aanvraag, wat voor gevolgen die heeft, dat kan ik zelf op dit moment ook wel moeilijk overzien. Ja. Kijk, het is zo dat op dit moment is het, het lijkt een administratieve kwestie, hè, die bij de OR is neergelegd. OR die gaat natuurlijk ook juridische hulp daarvoor inschakelen en die gaat daar zeker nog met de werkgever over in gesprek. Mm-hmm. Wij moeten als vakbonden, we moeten nog even geduld opbrengen. Want ook in de CAO, de collectieve arbeidsovereenkomst die wij met elkaar hebben, daarin staat dat als de werkgever bepaalde plannen heeft om echt grote wijzigingen door te voeren, dan zal die ook wel met ons in gesprek moeten. Ja. Dus ik ga ervan uit dat Apollo dat ook wel zal gaan doen. Ja. En dat zodra er concretere stappen misschien zijn, dat wij ook daarbij betrokken zullen worden. Voorlopig dus ben je niet bang voor hele grote plotselinge veranderingen wat dat betreft? Dan, dat wordt eerst met jullie besproken. Vandaag dan nou iets... ja, kijk, mijn positie als vakbond, ik moet proberen om mijn emotie wat minder te betrekken bij de dingen die op ons afkomen. En aan de ene kant begrijp ik dus wel die onzekerheid bij de werknemers. Mm-hmm. En begrijp ik wel dat ze zich meteen afvragen, oh, wat gebeurt er nou weer met mijn baan? Maar wij moeten toch wel iets afstand daarvan van nemen. En dan moeten we toch wel even kijken van, hey, wat gebeurt er hier? En op dit moment kunnen we niet veel meer zeggen eigenlijk dan dat bij de OR een aanvraag ligt. En als daar wat vragen over gesteld worden, ja, dan is het antwoord toch wel, het lijkt een papieren kwestie, maar het is even afwachten. Dus in die zin, wij wachten wel af, maar het is nog niet echt in spanning. Vandaag was de Europese directie op bezoek in Enschede. Wat deden zij eigenlijk precies? Waarvoor kwamen ze hier? Geen idee. Nou, duidelijk antwoord.
ik was er niet bij. Ik mocht vandaag bij een ander bedrijf. Had niet met de onderhandelingen te maken? Ik kan me voorstellen dat dat hoger management natuurlijk in de gaten houdt van wat hier gaande is in Enschede. Want ja, weet je, we zijn 9 maanden met elkaar in overleg. En als we even wat kunnen inzoomen op bepaalde onderwerpen. Ja. Dit CA-overleg gaat niet over het loon. Dit CA-overleg gaat helemaal niet over gebruikelijke. Het gaat over dagen, zekerheid. Dit gaat over zekerheid en dit gaat over de vraag wat is mijn vaste contract nog wel waard hier in dienst ben. Wat voor toezeggingen willen ze dan? Heel concreet gezegd, wat voor toezeggingen willen die medewerkers dan van de directie? Medewerkers die willen zekerheid dat ze komende 5 jaar in dienst zullen blijven. En mocht het in de komende 5 jaar toch wel zover komen dat zij hun baan moeten verliezen, dan willen ze dat de werkgever verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot hulp bieden aan die werknemers om ander werk te vinden. Hè. Dan moet je dus denken aan outplacement en eventueel scholing. Ja, en mochten ze toch wel in de WW belanden, hè, mochten mensen toch nog werkloos raken, ja, dat betekent, dat heeft grote financiële gevolgen. Ja, en ook in die situatie moet je als werkgever verantwoordelijkheid nemen en ook zorgen dat de mensen Precies. goed worden gecompenseerd. Tot slot dan, heel kort nog, ik heb wel het idee dat jij, zo begon je eigenlijk je betoog, dat je er in de onderhandelingen wel vertrouwen in hebt dat het een goede kant op gaat. Qua nieuwe CAO en zekerheid die het bedrijf gaat bieden. Wij hebben een hele moeizame start gehad. En dat heeft tot en met de zomer geduurd. We hebben op het punt gestaan om actie te gaan voeren. Echt om aan onze ultieme middel te gaan grijpen en echt in actie te komen met de leden. Daarover was al gestemd. Alles was geregeld. Ja. Maar toch is op het laatste moment toch wel de nodige beweging gekomen. En als ik nu zie hoe wij gisteren nog met elkaar hebben gezeten en hoe we op een constructieve manier met elkaar hebben gesproken, heb ik er wel vertrouwen in dat wij op korte termijn wel met elkaar zullen uitkomen. Mooi. Succes met je werk. Dino Djublic, dankjewel.